Skatepark Walhalla organiseerde afgelopen weekend een stepwedstrijd. Uit heel Nederland waren steppers gekomen om deel te nemen. Ook verschillende prominenten uit de stepwereld waren aanwezig. Milan Haag uit Almere ging er met de eerste prijs vandoor. Ik hoop dat je er blij mee bent. Het is inmiddels een jarenlange traditie op Moederdag, de dag van het levenslied. Enkele honderden mensen genoten zondag van een biertje en van de Nederlandstalige muziek. Onder andere Ronnie en de Razende Ronda's, de Triesto's en Rode Rico XXL traden op in het Valkhofpark. De eerste aflevering van de wielerronde Rush Hour was een groot succes. Het wielerevenement bracht veel publiek op de been en is een aanwinst voor de stad. Uniek aan Rush Hour is dat het een knock-out race is. Iedere ronde valt de laatste renner af. Het parcours van 2,5 kilometer ging dwars door de stad. De renners moesten klimmen in de Priemstraat en de Stikke Hezelstraat. En de voerweg zorgde voor een spannende afdaling. 40 profwielrenners deden mee aan de eerste editie. De 23-jarige Dylan Groenewegen was uiteindelijk de snelste.